Zo, goedenavond. Ik zit nu in mijn keuken, want ik heb anders nergens goed licht. Dus misschien, normaal gesproken ga ik dan niet filmen, maar misschien zien jullie mij vanaf nu wat vaker in mijn keuken filmen. Dus dit is mijn kruidendingetje en dan weet je in ieder geval dat ik in mijn keuken zit. En even kijken. Ik ga dus nu beginnen met de eerste vraag van de Q&A. Ik wilde een seks Q&A doen, maar er zaten toch interessante vragen tussen die ik ook al wilde beantwoorden. En dat is 1. Ben je van plan of om piercings of tattoos te nemen? En 2. Hoe zie jij je toekomst met Dex voor je? Nou, ik wil eigenlijk nog steeds wel piercings. Ik wil heel graag eigenlijk, ja, een beetje ordinair kan het overkomen, maar ik wil heel graag tepel piercings, omdat het je tieten gewoon mooi maakt. Ik ben niet helemaal tevreden met die dingen, dus ik denk, nou ja, misschien een tepel piercing erin, dat het dan in één keer, oh mooi, Cleopatra is, weet je wel. Ik vind het gewoon heel mooi als je helemaal naakt bent, dat je dan nog steeds helemaal vol hangt met gouden dingen en mooie glitter dingen. Alsof je altijd gewoon één stuk sieraad bent of zo. En tato's ga ik niet aan beginnen. Want ik heb al te vaak gezien dat mensen een nieuwe tatoeage beginnen. Met van die mooie olifanten, droomvangers, vissen, tribals. En iedere keer is iedereen het weer zat. Dus stel ik verzin iets heel origineels en ik zet daar een foto van neer. Dan zullen andere mensen dan denken: oh, dat vind ik zo mooi, zoiets ga ik ook doen. En dan heel langzaam komt jouw tato overal terecht. Dus daarom wil ik het niet. Maar dat is dan ook de reden dat ik mijn getatoeëerde panty heb. Die kan ik ook weer uitdoen. En Dex wil het ook niet hoor. Hij vindt me mooi vrouwelijk zonder. Hij vindt vrouwen met tatoeages vindt hij mooi. Maar hij vindt het bij mij ook heel mooi zonder. Dus ik vind het ook niet erg om niet te doen. En hoe zie jij de toekomst met Dex voor je? Nou, volgens mij blijven wij echt wel bij elkaar. Want we zijn echt wel aan elkaar gehecht. Ik heel erg aan Dex in ieder geval. En ik denk ook dat ik wel. Ja, ik neem sowieso kinderen met Dex en van Dex. Want dat lijkt me gewoon echt onwijs leuk. Weet je, ik ben een beetje de warrige, Dex is de onwijs slimme. Dus het zou waarschijnlijk een hele leuke combinatie zijn. Dus ik denk dat ik rond mijn 30ste aan kinderen begin. En ik wil wel voor die tijd wel getrouwd zijn. Want ik wil eigenlijk, wil ik het liefst op mijn huwelijksnacht, vanaf mijn huwelijksnacht stoppen met anticonceptie. En vanaf dat punt proberen zwanger te raken. Omdat ik dan nog een beetje tuttig doe in plaats van. Ik doe altijd als rebels en impulsief en slecht. Dus nou dacht ik, nou doe ik het gewoon zo. Dus, de volgende vraag is: welke drugs zou je ooit eens willen testen en waarom? Nou, ik ben al een beetje klaar met drugs testen. Want ik heb eigenlijk zo'n beetje alle drugs wel een keer getest. En ik ben zo gevoelig dat ik gewoon die veranderingen niet in mijn lichaam aan kan. Dat idee krijg ik er een beetje van. Maar toch is er één soort drugs die ik ook nog wel zou willen proberen. En dat is de vrouwenviagra. En dat is gewoon puur omdat je dan ook meteen leuke seks kan hebben met je vriend waarschijnlijk. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar het feit of vrouwen überhaupt wel van een pilletje horny kunnen worden. Kijk, bij een man is het logisch. Dan gaat het bloed pompen en zo. Dan gaat het ding omhoog. Maar als je een man een Viagra slikt, als vrouw zijn, dan gaan je longen krimpen. Dus dat is heel gevaarlijk. Dus ik ben toch wel benieuwd naar een vrouw Viagra. Maar als ik dat ga proberen, dat ga ik ook opnemen. Want vorige keer deed ik Spaanse vlieg. Dat was echt voor mij helemaal niks. Het werkte gewoon niet. Het is gewoon geld op klopperij. Dus wat dat betreft vind ik dat niet zo leuk. Even kijken. Wat is je favoriete kledingstijl? Nou, dan ga ik echt voor. Ja, weet je, het is misschien. Ik ben er een beetje uitgegroeid. Maar ik vind de donkere, duistere, rokkerige kant. Vind ik altijd gewoon altijd het mooiste. En dan niet met zilver, maar gewoon met goud. Dus ik hou van Egyptisch en van de Turks. En ja, een beetje dat. Maar ook heel erg van donker en pin-up. Pin-up. Een vrouwelijke pin-up. Daar hou ik van. Oké, en dan deze. Wat vind je van een voetfetish? Nou, ik vind het misschien wel heel logisch. Voeten zijn heel gevoelig. Dus nou ja, ik vind het niet fris. Omdat ik heb gewoon niks met mijn voeten. Ik heb ook niks met Dex's voeten. Ik heb gewoon niet zoveel met voeten. Ik ga nadenken over de bacteriën die gaan zitten onder die hoekjes van je nagels. Stukje eelt waar tering zo tussen gaat zitten. En rare gedoe, weet je wel. Of misschien heeft iemand voetschimmel. Bla bla. En ik vind het zelf niet echt hygiënisch. Waarschijnlijk als je goed doucht is het wel hygiënisch. Maar ik kan het wel begrijpen. Ik vind het niet gek. Ik vind het een stuk minder raar dan dat je over iemand heen begint te zeiken of te scheiden, weet je wel. Ik vind een voetfetisj dan toch nog wat leuker, schattiger en best wel. Ja, kan er gewoon mee door. Vind ik prima. Oké, en ik heb nog een leuke.
Mijn vraag is, wat wil je graag nog doen of bereiken dit jaar? Niet per se op het gebied van YouTube. Sowieso wil ik niet superveel bereiken op YouTube. Ja, nou ja, het eerste als ik video's maak en mensen kijken, het is natuurlijk wel leuk. Maar ik ga er niet van uit dat ik helemaal beroemde tatter word van de YouTube of zo, weet je wel. Dat is het totaal niet. Maar ik wil heel graag in de seksindustrie iets gaan doen. Of iets met speeltjes, of iets met kleding en dat soort gekke dingen. Want ja, dat past toch wel bij me. En ik heb laatst heel erg goed zitten nadenken van, joh, vroeger wilde ik echt graag, als ik het later oud zou worden, dan werd ik paaldanseres en allemaal van die wilde brasdingen. En nu denk ik van, ja, een beetje blote kut op tv of wat dan ook. Dus dat vind ik gewoon niet kunnen. Vind ik een beetje te ver gaan. Dus ik zou heel graag iets willen bereiken in de porno-industrie, om het even zo te zeggen. En dan in de verkoop. Dus ik wil gewoon iets gaan verkopen. En ik ga er nog echt achter komen wat ik ga verkopen. Maar ik begin echt steeds beter in mijn vel te zitten. Dus ik ga denk ik ook wel dit soort dingen aanpakken. Want het was wel even een tijdje lastig met mezelf hoor. Want ik had gewoon elke ruzie met mezelf. Drama was het. Oké, en dan nog één seks Q&A vraag. En dat is deze. Ik heb sinds een paar weken een super lief vriendje. Maar ik loop tegen iets vreselijks irritants aan. Ik ben best wel recent seksueel misbruikt. Meerdere keren verkracht door een vent van 50. En nu merk ik dat ik me heel snel onwijs vies voel. Bijvoorbeeld als ik met mijn vriendje gezoend, gekroeld heb. Maar het ligt aan dat verleden en niet aan mijn vriendje. Toch voel ik het. En ik baal ervan. Net als de aantrekkingskracht die ik bij hem voel. De hoeveelheid vlinders en dat ik hem dichter bij me wil hebben. Maar voor seks ben ik niet klaar. En dat weet ik met mijn verstand. Maar mijn hart, die wil het veel sneller en daardoor voel ik me ook een mislukkeling en vies. Alleen al doordat ik die gevoelens ervaar. Tips. PS, ik heb aangifte gedaan tegen die smeerlel. Goed zo. En ga traumatherapie volgen. Maar zoek gewoon tips voor nu. Hoe ga ik een relatie met mijn vriendje oké laten voelen? Ik ben een beetje aan het stotteren en ik moet altijd rustig lezen. Sorry daarvoor. Maar ten eerste is het echt gewoon heel goed dat je beseft dat het niet door je vriendje komt, maar door die oude viespeuk. Weet je, iedereen komt een keer in het leven iets tegen waar, en dan gebeurt er iets en dan kwets je eigenlijk jezelf ermee. En je beschadigt jezelf daarmee, of anderen beschadigen jou natuurlijk. En het is ook heel belangrijk dat je ook nu in therapie daarvoor gaat. Maar je moet wel beseffen dat jouw vriendje, die heeft niet eens een idee over hoe het is om verkracht te worden of misbruikt te worden door een vent van 50. En ik heb het idee dat als hij dit zou weten, dat hij echt wel gewoon rustig aan met je zou doen en gewoon normaal van je zou houden als het een normaal vriendje is, zeg maar. Dat hij gewoon de tijd voor je neemt en dat hij gewoon op je wacht. Maar weet je wat het is? Ik heb dit een soort van door vroeger met het seksueel, doktertje spelen, zeg maar. En door de opvoeding van mijn vader, want die is zeg maar een beetje bekrompen. Dus ik vind van mezelf al alles vies en naar. En dat doe je niet. En je bent een meisje, weet je wat dat. Dus ik ken dat gevoel dat je wil kroelen. Maar dat je dan een beetje, je wil je een beetje beschermen. Het is dat je jezelf meteen in bescherming neemt. En ik denk ook echt dat jouw onbewustzijn of wat dan ook, neemt jou gewoon continu in bescherming. Door gewoon van, joh, ik wil wel met je, maar ik durf toch niet zo goed met je. Ik denk echt gewoon, ja, nee, echt waar. Dat je gewoon van hem houdt en dat is allemaal geestelijk. Dat zit allemaal echt goed. En dat je gewoon je gevoel, dat houden van, dat zit ook helemaal goed. Maar het is wel heel belangrijk dat je gewoon probeer seks op te bouwen. En erachter komen dat je gewoon van hem houdt. En gewoon dat seks ook iets heel leuks kan zijn. Niet elke leuter ziet eruit als een vent van 50. Met zo'n lange zak. En misschien wel haar en een oud vies lijf. En zo, weet je wel. Je moet je echt beseffen dat deze, jouw vriendje nu, is niet zo. Zal niet zo zijn. En hij houdt gewoon van je. Dus probeer er gewoon aan te blijven werken. Ik kan niet een hele goede tip geven. Omdat ik niet zelf ben verkracht door een vent van 50. Was dat nu maar wel zo, dan kon ik je tips geven. Maar ik kan je niet een hele goede tip geven. Behalve dan dat je gewoon inderdaad de tijd moet nemen voor jezelf. Je vriendje alles moet vertellen zodat hij op de hoogte is van hoe het zit. En probeer wat vaker lekker een film te kijken. En zwijmelfilms, zodat je ziet hoe het wel hoort. Weet je wel, dat een beetje. Dat helpt bij mij heel erg. Ik kijk liever zwijmelfilms en dan denk ik, oh ja, zo hoort het gaan. Je moet je niet van elkaar afbijten, maar je moet van elkaar houden. Dat. Ik denk dat dat misschien
Ja. Sorry als ik een beetje traag praat. En een beetje probeer na te denken. En de vragen een beetje langzaam beantwoord. Nou, eigenlijk was dit dan wel... Ja, nee, nou, dit was het gewoon. Dit was het. Dit was mijn Q&A voor vandaag. En ik hoop in ieder geval dat jullie het wel een hele leuke Q&A vonden. En anoniempje van de seks Q&A. Als je nog iets wil weten, vraag het gewoon persoonlijk aan me. Want ik kan hele gesprekken met je houden hierover, geloof me. Dus guys, heel veel plezier met de rest van de YouTube-video's kijken bij anderen en zo. Want jullie klikken vast weer verder. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Later!